Goedemorgen, mevrouw de voorzitter, mevrouw de minister, commissaris, maar vooral goedemorgen aan de moedige bezoekers hier van Oekraïne. En ik ben heel erg blij dat men u tenminste heeft kunnen terugbrengen. Dat doet mij eigenlijk vandaag het meeste plezier. Collega's, kinderen zijn altijd het meest kwetsbaar in een oorlog. En dat Rusland nu meer dan 20.000 onschuldige kinderen uit Oekraïne heeft gedeporteerd, is walgelijk en misdadig. En waarschijnlijk zijn het er nog veel meer. Ik hoorde mevrouw zeggen 750.000. Dat is eigenlijk hallucinant. En als moeder van twee kinderen vraag ik mij af, wat zou ik nu doen als dat mijn kinderen zijn? Als het mijn zoon is? Als het mijn dochter is? En als je dan denkt dat Rusland die kinderen in heropvoedingskampen dwingt om ze te russificeren, hun van hun identiteit te beroven. Laten we er geen doekjes om winden, collega's. Dit zijn oorlogsmisdaden en die moeten bestraft worden. Als co-voorzitter van de Intergroep voor Kinderrechten roep ik hier eigenlijk op tot twee dingen. 1. Maak eens werk van zo snel mogelijk die kinderen terug te brengen waar ze thuis horen, bij hun ouders in Oekraïne. En 2. Alles op alles zetten om die oorlogsmisdaden keihard te bestraffen.